De eerste kans is voor Aals. De Bilder speelt mooi door naar Peter van Wanbeke. Van Wanbeke kiest voor zijn voorzet het hoofd van Krenčević. Een plaatsbal, maar daar is Velkeneers. Aals begint dan serieus te klungelen en komt nog nauwelijks tot een behoorlijke combinatie. Bij STVV lukt het beter. Voets krijgt de bal opnieuw. Een goede paas dan naar Luhovi. Die legt breed tot bij Van Hout. Van Hout zet er zijn voet tegen, maar de bal hoppelt centimeters naast een goede poging van Peter Van Hout. Het nummer 18 en sinds vorige week is dat ook zijn leeftijd. Het was een bijzonder magere eerste helft. In de 33e minuut nog deze fase. Yves van der Hagen met een gestifte bal tot bij Gilles de Bilde. Aanpakken met links en dan met rechts. Naast Velkeneers in het doel een knappe goal van Gilles de Bilde en Aalst 1-0 voor. De paas van Van der Hagen mocht er ook zijn en de Bilde met klasse het 10e doelpunt al van de topschutter in de competitie. 1-0 de ruststand, al heeft Aalst voor die voorsprong niet al te veel zweet moeten laten. De tweede helft begint weer met een goede bal van Van der Hagen voor de Bilde. Velkeneers dwingt hem ditmaal naar buiten, maar de Bilde blijft er kalm bij, komt terug naar binnen, maar ziet dan zijn bal afgeblokt. Bij Sint-Truiden is de Deen Nielsen de jongen van Hout komen vervangen. Nielsen begint hier aan een sterke solo met eerst twee en dan zelfs drie man achter zich aan. Hij krijgt de bal toch nog voor, maar Dirks is te nonchalant, daar had meer in gezeten. Halfweg de tweede helft ontfutselt de Bilde de bal van Sleurs. De Bilde omspeelt Siepers, maar wordt dan neergehaald door Sleurs. De Bilde trapt de bal nog naast, maar er is al gefloten voor een vrije trap vlak voor de rechthoek. Eddy Krenčević niet, Meijsen wel, naast de muur in de linkerbenedenhoek en Velkeneers verslagen. Harald Meijsen brengt met zijn tweede seizoenstreffer Aalst op 2-0. We bekijken dat nog eens. Krenčević over de bal en Harald Meijsen trapt binnen buiten bereik van Velkeneers. De match lijkt dan gespeeld, maar Velkeneers moet toch nog een keer uittrappen. Hij doet dat zo goed dat de bal in de loop van Luhovi komt. Die aarzelt niet en knalt binnen in de Winkelhaak. Het is 2-1. De Tsjech Milan Luhovi zorgt met een ferme knal voor de aansluitingstreffer. En dan wordt het nog spannend. Sint-Truiden ruikt een puntje, al zitten we intussen al wel in de laatste minuut. Siepers gooit de bal voor de kooi. Die wordt slecht weggekopt. Nielsen kopt dan naar de andere paal. En daar kan Verjans de gelijkmaker binnentikken. 2-2 in de laatste minuut van de wedstrijd. Nog eens die kopballen voor doel. En Gunter Verjans, die voor de Truienaars een gelijkspel in de... Voor de aanval had de bondscoach eerst gedacht aan Luis Oliveira. Maar onze targetman van Cagliari zag een selectie op dit moment niet echt zitten. Wel ja. Als alternatief koos Van Himst voor Aalstenaar Gilles de Bilde. De Bilde van wie wel verwacht werd dat hij vroeg of laat Rode Duivel zou worden. Het is dus vroeg geworden en dat is toch een verrassing. Ja, maar voor mij ook, want ik dacht ja, na 10 wedstrijden, oké, je bent goed bezig en zo. Ja, ik scoorde 10 doelpunten, maar ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat ik erbij zou zijn. Wel, ik denk dat de Bilde een jongen is, ik heb hem nu al enige keren bezig gezien, die gemakkelijk een doelpunt maakt. Die technisch goed is, die snel is. Is ook een van de weinige spitsen in België die... Na 11 speeldagen staat hij aan de leiding in de doelschutterstand van 's lands hoogste voetbalklasse. Hij trof al 10 keer raak en zijn kunnen is ook Paul van Himst niet ontgaan. Dames en heren, Gilles de Bilde. Ja, Gilles... 11 wedstrijden in eerste klasse en een selectie voor de nationale ploeg. Het gaat snel, hè? Ja, ik had het dus ook niet verwacht. Ik dacht niet dat je na 11 wedstrijden al in een plaats in de nationale ploeg verdiende. Wat was je reactie toen je het vernam? Ja, ik was heel blij natuurlijk, omdat ik zeg het, ik had het dus compleet niet verwacht. En een selectie voor de nationale ploeg is toch eigenlijk het maximum voor een voetballer. Hoe heb je het vernomen? Ja, ik zat dus op mijn werk, vermiste ik nog werk. En mijn moeder belde mij en die zei het me. Ja, maar ik geloofde het eerst niet. En, je dacht, die heeft aan de fles gezeten. Ja, en nadien belden er een paar journalisten. En dus
die zeiden me dat ook. En dan moest ik toch stilletjes aan beginnen te geloven dat het waar was. Ja. Gaat het te snel? Ja, dat weet ik niet. Er zijn mensen die dat zeggen, maar ik weet het zelf niet. Dat zal de toekomst wel uitmaken. Jan Keulemans, de trainer van Eendracht Aalst, jouw trainer bij Eendracht Aalst, ik denk dat hij het wat te snel vindt, hè? Ja, misschien zegt de trainer het ook om mij een beetje te beschermen, omdat het de laatste tijd nogal redelijk druk was rond mij. En, maar iedereen heeft zijn mening. Ja. Hoe beleef je dat, die belangstelling, die druk rond jou, zoals je zegt? Ja, ik denk dat dat nu stilletjes aan toch iets gewoons aan het worden is, omdat het nog niet heeft opgehouden sinds het begin van deze competitie. En als voetballer in de actualiteit, ja, je moet ermee leren leven. Hmm. Blijf je met de voeten op de grond voorlopig? Ja, ik denk niet dat ik de persoon ben om te gaan zweven of zo. Dus ik denk dat dat geen enkel probleem is. Professionals, die mannen met ervaring, hoe ging dat? Maar dat viel eigenlijk goed mee, omdat tussen de 16 beste spelers van het land spelen, toch een eer is voor mij. Hmm. En ja, ik moet zeggen, als je daar tussen kunt spelen, is het geen enkel probleem om goed voetbal te brengen. Hmm. Maar je bent niet snel onder de indruk van de omstandigheden daar? Nee, eigenlijk niet. Dat viel goed mee. Ja. Leuk te vasthouden? Ja, maar het is zo dat ik nog maar 11 wedstrijden speel in eerste klasse. En als je dan 1 selectie hebt, dat geeft zin om meer te bereiken natuurlijk. Dat is alleen maar positief voor mij in de toekomst dan. Hoe zit dat nu met die transfer? Wanneer ga je nu weg bij Aalst? Daar is dus nog niks van aan of zo. Dus dat zijn dus geruchten van de media, van de pers, van de televisie, ja, die dat zodanig opblazen, maar daar is dus nog niks van aan. Ja, ja, ja. Tot binnenkort waarschijnlijk.